In het VHP-centrum heeft vandaag de ondertekening plaatsgehad van een document dat de basis is van een antifraudeplatform verkiezingen 2020 AFP. In het platform zullen zowel parlementaire als buitenparlementaire oppositionele partijen zitting hebben. In het kader van de installatie van het AFP waren ook maatschappelijke groeperingen en diplomatieke missies uitgenodigd. VHP-voorzitter Chandrika Santokhi gaf aan dat zijn partij op weg naar de verkiezingen analyses heeft gemaakt over mogelijke frauduleuze handelingen. Gaandeweg is echter gebleken dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de VHP kan blijven. Omdat enerzijds er sprake is van taakverzwaring. Aan de andere kant zien we namelijk tal van feitelijkheden, maar ook een heleboel informaties die binnenkomen. Waarbij wij als partij dan beslist hebben dat dit in ieder geval die partijverantwoordelijkheid overschrijdt. En dat we daar nu een collectief optreden moeten hebben met betrokkenheid van alle betrokken partijen in dit politiek proces, in dit verkiezingsproces. Waarbij we gekozen hebben in de eerste instantie voor politieke partijen. En hierna gaan wij als politieke partijen beslissen dat we ook de civil society gaan betrekken, de private sector gaan betrekken en de internationale gemeenschap ook gaan betrekken. We willen namelijk allemaal eerlijke verkiezingen. Gelukkig hebben we een historie van eerlijke verkiezingen, maar dat wil niet zeggen dat er geen ernstige incidenten zijn geweest. Er zijn ernstige incidenten geweest in de afgelopen verkiezingen. En dat gaat niet in herhaling treden. Gaat u maar naar wat er zelf gebeurd is bij de telling van het kiesdistrict Paramaribo in het NIS-gebouw. Dat daar waar wettelijke regels duidelijk zijn dat je moet doortellen totdat het afgesloten is, dat men gewoon stopt met tellen, onderbreekt en nou een paar uren doorgaat met telling. Waarbij er zoveel getuigen zijn die duidelijk aangeven dat het niet om dezelfde pakketten aan stembiljetten gaat. Santokhi benadrukt dat het platform zal afdwingen dat deze incidenten zich niet meer voordoen. Ook de huidige bemensing van de verkiezingsorganen is een kwestie waartegen ernstig geprotesteerd zal worden, zegt hij. De vertegenwoordigers van de oppositionele partijen gaven aan waarom zij in dit platform participeren. PALU-ondervoorzitter Henk Ramnanden Lal ging eerst in op de organisatie van het platform. De coördinator stembureaus, de bedoeling is dus dat die coördinator zal gaan registreren en coördineren en ervan verzekeren dat op elk stembureau van Kwamala Sumutu tot Paramaribo, van Albina en Nikeri, dat op elk stembureau in aanval uit de gelederen van de politieke partijen die dus aangesloten zijn bij dit platform, dat uit hun gelederen er een goede bezetting is op het stembureau zelf. Dus dat die vertegenwoordiging in de gaten houdt de stemming zelf, of daar geen onregelmatigheden plaatsvinden. Vervolgens, dus na het stemmen, dat in de gaten wordt gehouden dat alles goed loopt, dus ook zoals de procedures dat vereisen. Maar vooral ook de ervaring bij de vorige verkiezingen heeft dat duidelijk gemaakt, dat vooral bij de telling de mensen wakker blijven. We hebben ook onze zorg kenbaar gemaakt en we hopen dat men dat in de gaten blijft houden ten aanzien van de bemoeienis van Rusland. Het plotseling bezoek van zoveel Russische mensen, recente Russische helikopter aan Suriname. En we kennen de geschiedenis in Amerika en andere delen van de wereld. De ID-kaarten waarbij Servië zo'n grote rol speelt, zijn ook een zorgpunt. Nog meer omdat we weten dat onze overheidsadministratie niet erg sterk is. Dus het roept een heleboel vragen op. Kortom, ik wil het kort houden wat dit betreft. DA91 is ontzettend blij hiermee, zal volledige ondersteuning geven met de kennis, kunde en ervaring die wij hebben. Van belang is dus dat ook om die waarborgfunctie te garanderen dat vanuit de voorstellen die uit dit platform zullen komen, dat die ook gepresenteerd zullen worden aan het OKB. Om erop toe te zien en te garanderen dat wordt nagekomen die waarborg
rol en functie, zeker vanuit het OKB. De voorzitter Stephen Alfaisi en daarvoor de voorzitter van DA 91, Angelique del Castillo en PALU-ondervoorzitter Henk Ramnandenlau. Zij spraken vandaag na de installatie van het antifraudeplatform Verkiezingen 2020. Op deze bijeenkomst zijn onder andere zaken gepresenteerd met betrekking tot mogelijke fraude bij de aanstaande verkiezingen en hoe die aangepakt zullen worden.